Yo, Nintendo Vets! We moeten nog één Team Star basis kapot maken. Nou ja, we gaan hem niet helemaal kapot maken. Maar we moeten hem even verslaan. Oké, wat is het dichtstbijzijnde punt? Hier zo, lekker door de sneeuw. Kan ik misschien bij jou een Ice Stone kopen? Dan kan ik mijn Shiny gaan evolueren. Nee hè? Misschien in Levincia. Een aantal video's geleden hebben jullie namelijk al lang gezegd dat ik Sitoddle moet evolueren. En ik denk dat dat een slim plan is. Daar gaan we! Sitoddle, je mag evolueren! Je ziet er super cute uit als Shiny versie, maar ik ben heel benieuwd naar je evolutie. En daar is die hoor. Wat een held. Oh, Sitoddle evolueert in Sitititan. Hele vette shiny. Oké, maar nu gaan we echt doen wat we moeten doen. Oh ja, trouwens, knal de duimpjes omhoog, hè. En vergeet niet te abonneren als je dit een leuk Nintendo kanaal vindt. Zet het belletje aan. En de vraag van vandaag is, welke shiny vind jij toffer? Sitoddle of Sitititan? Laat het weten in de reacties. Hierachter is de basis. Ja, daar beneden. Je ziet het al. Laten we een stukje gaan vliegen. Zo, we zijn gearriveerd. Hier bij het Pokécenter. Even praten, want dan kunnen we voortaan gelijk hier naartoe vliegen. Oh, we moeten daar naartoe. Ik hoop dat ik deze basis wel kan pakken zonder te trainen. Mijn telefoontje gaat weer door. Moet je me nou weer bellen, Cassiopeioniopie? Die zegt, je bent bijna bij de vijfde basis. Dit is de laatste squad. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel dat je hebt geholpen. En daar is Clavel, a.k.a. Clive. Die dus zijn haar weer even goed moet doen. Cassiopeia bedankt Clive ook. En Clive zegt, als we deze basis hebben gefixt, dan is dat het einde van operatie Starfall, toch? En Cassiopeia zegt, nou nee. We moeten nog tegen de baas van Team Star. En Clive vraagt, weten we dan wie dat is? En waar die kunnen vinden? Cassiopeia zegt, ik hoop dat ze naar buiten komen op het moment dat we alle bazen hebben verslagen. Oké, let's go. There we go, there we go. Clive zegt nog wel van, ja, ik weet nog niet wat mijn laatste beslissing zal gaan worden als we dit gefixt hebben. Maar zet hem op. Dit is een fairy type basis. Dus ik zet Klotsaier op de eerste plek. Want poison is super effective tegen fairy. En ook steel is super effective tegen fairy. Dus King Ambit gaat naar plek 2. Fighting is not very effective. Ijs zou kunnen. Maar ik denk dat ik Kylo Watrell plekje 3 zet. We gaan het op die manier doen. Die mag ook met mij mee. Hey, wie is dit? Is dit Cassiopeioni? Deze persoon zegt, ik kom later terug voor de jonge meester zijn pianolessen. Doe hem de groeten. Dit is Mr. Harrington. En die zegt, hallo, wie is dat? Hallo, wie ben jij? Ben je een vriend van de jonge meester? Nee, ik denk niet dat ik een vriend ben van de jonge meester. Dit is Team Star Basis Fairy Crew. De Roogba Squad wordt geleid door jonge meester Ortega. Oké, okay, nou, zullen we even vechten? En dan ga ik naar binnen. En dan komt Ortega vanzelf naar buiten. En dan ga ik daarmee vechten. En dan is deze basis klaar. En dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dan hebben we in ieder geval alle badges die we in de game kunnen halen gehaald. Hij wil nog één ding aan mij vragen. Oh, een snelle battle. Ja, is goed, is goed. We gaan even snel battelen. Kom maar. Daar heb ik nog net tijd voor, meneer Harrington. Gooit ze pokeballie. Begin met Morgrem. Ik begin met Klotsaier. Gekke naam, maar ik ben wel een beetje fan van Klotsaier. Klotsaier is echt supergoed. Maar Morgrem is sneller. Morgrem vind ik trouwens ook leuk. Morgrem, Grimmsnarl, Impidimp. Dat zijn ook wel baas uit de vorige generatie. We gaan voor Poison Jump. En Morgrem is down. Ja, Poison is lekker hierop hoor. Heerlijk. Lekker gedaan, Klotsie. Hoppakee, een Annihilate leveltje omhoog. Dan moeten we nu tegen Hatrum. Hallo, Hatterem. Die gaat voor Psychic. Altijd sterk aanvalletje. En super effective natuurlijk. Minder plezierig. Maar goed, we fixen het. Oeh, we fixen het niet in één keer. Wat is niet super effective nu meer natuurlijk. Ja, Hatterum die gaat ervoor. Als we tegen een Hatterene moeten, dan hebben we denk ik best wel een probleem, man, straks. Want dan kan ik deze Pokémon niet inzetten. Maar King Ambit, kan ik die inzetten? Ja, die heeft natuurlijk Dark. En Dark is ook weer super effective tegen Psychic. Dus dat zou kunnen. Well, well. Ja, je hebt verloren, meneertje. Helemaal verloren. Heb je zelf gedaan? Goed gedaan, zegt Harrington. Maar Master Ortega is veel sterker dan ik. Dus je moet wel je best doen als je hier naar binnen gaat. En Harrington, die gaat er vandoor. Oh, dat was vroeger de directeur van de academie. Oké. Okay. En nu is hij een mentor voor de baas van deze basis? Oké, cool. Mag ik naar binnen? Ik zal even netjes aanbellen, mevrouw. Telefoon gaat weer! Cassiopeia moet me natuurlijk weer bellen. Storm er nou gewoon niet de hele tijd. Laat me nou gewoon lekker naar binnen, joh. Ik weet wie dit is. Ik weet welk type. Ik weet het allemaal. Ik hang op in je oren, hè. Ja, oké, doei. Misschien moet ik King Ambit op 1 zetten. I don't know. We gaan het zien. Plingelingeling. Hallo? Ik ben binnen. Ja hoor, hallo. Oké, oh. Grimmsnarl, Morgrem. Oké, sick. Sick, heel sick. Pak hem aan, die Grimmsnarl. Die lekker. Oh, hier zijn Merrills. Ja, die kunnen we denk ik ook wel pakken. Ja, dit gaat goed komen. Wat is hier? Hier is Daxbun. Leuke Pokémon toch wel hoor. Jammer dat hij niet meer in mijn team zit. Maar ik denk wel de goede keuze dat hij niet meer in mijn team zit. Hallo, weer Grimmsnarl, Morgrem. Impy Dimpy Wimpy. Ook van de partij. Pakken ze allemaal. Lekker. We zitten al op 11.
Het gaat soepel. Het gaat heel goed. Come on, Kylo Atrell. Come on, you can do it. Met z'n allen doen we dit. Heel goed. Ja, dit gaat soepel op de ferry basis, hoor. Hier nog een paar. Oh, daar zijn we er al. Daar zijn we er al. Nummertje 30. Hotse flotsie. En daar komt de baas, hoor. In zijn roze autootje. Vette auto, hoor. Ik ga niet liegen. Deze ziet er wel cool uit. En daar bovenop staat Master Ortega. We weten allemaal hoe die eruit ziet vanuit de flashbacks van 1,5 jaar geleden. Dit is hem. De baas van Team Stars Fairy Crew Ortega. Hey, dus jij bent Rikachu. Oké. Okay. Ik ben niet echt onder de indruk. Oh, hij dacht dat ik een meer gespierde gat zou zijn. Nou, kom dan. Kom dan. Ik ga je laten zien, jongen. Met je fairy types. Master Ortega, de baas van Team Star. Azumaru. King Ambit. Voor het eerst dat ik hem echt test tegen een andere Pokémon. Ik ben heel benieuwd wat hij kan. Ik ben heel benieuwd of hij goed is. Oh, ik heb ik heb geen Steel-type aanvallen. Dit is totaal niet handig. Ik ga vol op mijn Iron Defense, jongens. Ik ga mezelf zo erg verdedigen dat ze mij niet kapot kunnen maken. Azumarill gaat voor de Charm. Oh, dan gaat mijn aanval naar beneden. Oh, niet. Dan gaat mijn aanval juist omhoog. Dankjewel, Azumarill. Oh, ik ga mezelf zo erg verdedigen dat jij met elke klap maar 1 HP damage doet, Ortega. Dan gaan we zien wie er beefed up is. Hij zegt, ben je... wil je al opgeven? Je bent echt outmatched. Nou, dat gaan we nog wel zien, jongen. Als ik 5 keer Iron Defense heb gedaan, jongen, dan kan je mij niet meer raken, vriend. Hier, dan kan je Play Rough doen en hou je 3 HP van mij vanaf. Dit is een tactiek die ik normaal nooit echt gebruik. Maar ik denk, ja, ik heb geen moves die super effective zijn. Dus laat ik het op deze manier doen. Oké, okay, Dark gaat niet werken, dus dan gaan we maar gewoon voor Slash. Bam, oké. Okay. Hij gaat voor Aqua Tail. Ja, dat doet ook echt helemaal niks, jongen. Dit is zo leuk. Play rough, tuurlijk, joh. Doe je ding. Je kan me 100 keer raken, maar je gaat me niet meer verslaan, jongen. Want mijn defense is helemaal geboost, vriend. Ga ik nu nog vervelender doen? Ga ik gewoon een Hyper Potion gebruiken? Dan krijg je me helemaal niet meer kapot. Iron Defense. Yep, yep. Let's go. Ja, 15 HP eraf met Play Rough. Helemaal goed. Doei, Azumarill. Later. Dan nu Wigglytuff. We gaan even switchen naar Klotsaier. Ik bedoel, we moeten het toch een beetje spannend maken, hè? Tegen Master Ortega. Als die een Hatterene of zo heeft, dan kom ik wel weer bij hem terug. Met King Ambit bedoel ik dan. Hier is Wigglytuff. We gaan voor Poison Jab, jongens. Oh, misschien had ik even Toxic Spike moeten doen. Nee, ik ben paralyzed. Oké, okay, Wigglytuff. Waarom moet je zo zijn? Waarom moet je dit doen? Dit is heel irritant. Oh, oké. Okay. Doei, Wigglytuff. Oh, hij doet zijn cute charm. Nu ben ik ook nog eens verliefd geworden. Oké. Klotsaier is soort van ook half uitgeschakeld nu. Moet nu tegen Daxbun. Hey, Jake probeert gewoon nog steeds met Klotsaier. Hoeveel Pokémon heb jij eigenlijk, vriend? Je hebt er nu nog 2. Oké, dat is niet de moeite waard om nu nog Toxic Spikes te doen, denk ik. Poison Jab! Daxbun voor de helft kapot. Die heeft best wel hoge defense dan. Als we Wigglytuff in 1 keer kapot maken en Daxbun echt maar voor de helft. Dat vind ik verrassend. Oeh, hij gaat crunchen. Oké, kom maar crunchen. Ik kom Poison Jabben. Ja, let's go. En Daxbun is ook weg. Ja, dan moeten we alleen nog tegen de auto. Ja, hij zegt, what the heck? Oh nee, dit is niet eerlijk. Het is gewoon eerlijk, hoor. Het is gewoon eerlijk. Het is gewoon een eerlijke wedstrijd, dit. Ik weet niet waarom je zegt, het is niet eerlijk. Oh, hij gaat voor Steel Roller. Oké, is cool. Misschien moet ik straks eens lekker switchen naar King Ambit dan. Wil ik best proberen op zich, als Klotsaier dit allemaal niet kan fixen. Kijk, nu is Confuse Ray. Dat is wel irritant, man. Confuse Ray, ik ben paralyzed. Ik ga hierna switchen, man. Ik ga hierna switchen naar King Ambit. Ik ben confused, maar ik gebruik nog steeds Poison Jab. Holy moly. King Ambit, let's go. Jij mag dit afmaken, vriend. Hoppakee, onze samurai Pokémon. Hij gaat voor Spin-Out. Dat, ja, kijk. Not very effective. Amper damage. De snelheid naar beneden. Ik ga voor Slash. Wat ziek idee. En dan gaan we hem gewoon langzaamaan kapot maken. Oh nee, niet Confuse Ray. Dit is de enige redding, jongens. Het enige ding wat hij kan doen, Ortega, is Confuse Ray. Ja, dat is vervelend. Kom op, King Ambit. Lekker gewoon slashen. En straks lekker uit je confusion. Wat is Magical Torque? Oh, Critical Hit. Oké. Hij gaat opeens stoer doen. Als ik nu mezelf raak en hij heeft weer een Critical Hit daarmee, dan wordt het vervelend. Gelukkig, het wordt niet vervelend. Oké. Ja, weet je, ik ga gewoon weer mijn Hyper Potion gooien, hoor. Misschien kan je dat niet eerlijk vinden. Maar dat is jouw probleem. Hoppakee, kom maar met je Magical Torquey. Ik denk dat mijn Confusion nu al weggaat, toch, jongens? Nog niet? Serieus? Blijf ik gewoon 5 woorden confused? Ah, maar Confusion doet lekker niks.
Magic God Orc weer. Ik denk dat ik hem nog 2 keer moet raken. Ik ben weer confused, joh. Dat mag nu echt wel weggaan, hoor, lieve mensen. Ik denk ook dat hij hierna wel weg is. Ik ga het risico gewoon nemen. Let's go. Snap out of the confusion. Lekker. Slash. En de Roegbaas Star Mobile is kapot. En Ortega is verslagen. Oh, en nu hebben we gewoon alle badges in de game, jongens. We hebben ze allemaal. Vanaf de volgende video kunnen we gaan beginnen met de endgame content. Ja hoor, lekker. Ik vind het wel jammer dat ik niet gewoon XP krijg. Maar hij is best wel boos. Kijk, hij is heel boos. Waarom heb ik verloren, potverdorie? En ook weer 1,5 jaar geleden gebeurde dit. Master Ortega staat hier voor de tent en daar was hij ook al heel boos. Hij was de hele nacht wakker gebleven om die Star Mobile te maken. En Giacomo die zei, ja, we hebben gewoon niet genoeg gas ervoor. Niet genoeg benzine, bedoel ik. Je hebt dat ding ontworpen zodat ze kracht moeten krijgen van 2 Charcadets, maar ze zijn gewoon te zwaar. Ortega dacht echt dat het zou werken, die Star Mobiles. En Atticus die zegt, hey, maar jij bent een genius. Jouw naam is Ortega. Je kan dit fixen. Man, je kan dit gewoon fixen. Ze zijn allemaal super aardig voor elkaar. En Mela die zegt wel, die is altijd wel een beetje edgy. Die zegt, hey, dit is waarom mensen jou niet serieus nemen. Je zegt altijd domme dingen. Giacomo zegt, Mela, rustig aan, rustig aan. En Mela zegt, ja, nee, niet. Je moet niet zo lopen janken. Toen we Team Star begonnen, toen hebben we gezworen dat we niet meer op onze ouders zouden vertrouwen voor geld. En Ortega, die heeft net gezegd, well, ik had gewoon mijn moeder moeten vragen om een auto te kopen. En Mela zegt, als dat ding niet werkt, die auto, dan zorg je maar dat het werkt. En als ze te weinig benzine hebben, dan zorg je maar dat het wel goed komt. En Mela, die zegt, ja, ik ga mijn Charcadet laten evolueren. Dat is mijn plan. En dan hebben we genoeg kracht om die auto's te laten rijden. En weg is ze. Ortega zegt, nou, dit zuigt. Ortega is wel... Ja, oké. Een beetje... Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Anyway, hij zegt nog steeds... Dit zuigt. Ik haatte mezelf dat ik heb verloren. Maar jij was wel echt awesome in die battle. Dus hier, ik moet je wel deze badge geven. Behandel het alsjeblieft met respect. Dankjewel, Ortega. Je was de laatste die nog een badge had. Hij zegt, jij bent de stomste, de meest irritante persoon ever. Maar ik snap het wel, want je bent heel sterk. En dat bewonder ik. Je hebt zelfs mijn Star Mobile gesloopt. Hé, hey, hier is een pianoleraar. Meneer Harrington. Ortega zegt, nou, ik ben net mijn boss-title kwijt. Ik ben geen Team Star-baas meer, dus ik heb tijd voor mijn pianoles. Maar Harrington wil even iemand voorstellen aan Ortega. Natuurlijk is dat Clive weer. En die vraagt, Ortega vraagt van, wat doe je hier? En Clive zegt, nou, ik wil je wat vertellen. Je bent de zoon van een hele rijke familie en troonopvolger van een heel rijk groot bedrijf. Dus waarom zit jij bij Team Star? En Ortega zegt, nou, ik heb hetzelfde antwoord als iedereen in deze squad. Ik werd gepest. En Clive die zegt, dus de academie had echt een probleem met pestkoppen. En Ortega die zegt, ja, dat had je niet verwacht, hè? Want de school is alleen maar regenbogen en vlindertjes en allemaal mooie positiviteit deze dagen. Want alle pestkoppen van toen, die gaan niet eens meer naar de academie. 18 maanden geleden hebben de leden van Team Star gevochten tegen de studenten die hun gepest hebben. Het is niet een heel groot ding geworden, maar het was toch een schandaal voor de school. De studenten die met het gepest te maken hadden, die zijn allemaal van school gegaan. En Clive die vraagt, maar waarom is er niks van opgeschreven dan? En Harry die zegt, ja, mijn voorganger die heeft alle incidenten wist uit de boeken. Dus niemand wist hiervan. En daarom hebben de studenten het gewoon zelf opgelost. En dat was Team Star. Dus eigenlijk zijn Team Star gewoon bazen. Dus ze hebben opgestaan tegen de pestkoppen. En de directeur van toen, die is vertrokken. Mijn vrienden van Team Star zijn mijn grootste schat in de hele wereld, zegt Ortega. Dat was zijn treasure hunt. En onze treasure hunt zijn alle freaking badges. Telefoontje gaat weer. Cassiopeonie. Die zegt, je hebt ze alle 5 verslagen. Ze zullen nu wel teruggaan naar school. Ja, maar waar is dan die baas? Er is nog 1 ding wat op de agenda staat, zegt Cassiopeia. Ja, je moet de grote baas nog verslaan. En dan is het klaar met Team Star. Ja, maar waar is die baas dan? De echte identiteit van de baas is... Oh, Cassiopeia is natuurlijk de baas. Ja, natuurlijk. Maar dat is wel een beetje gek. Je wilde dat ik hun uitschakel, maar jij bent de baas. Cassiopeia is degene die Team Star heeft opgericht. Vroeger waren dit mijn allerbeste vrienden. Maar Team Star moet gewoon niet zo doorgaan, want dat is niet goed voor iedereen. Ze moesten opgeven, dus daarom heb ik de code gebruikt, zodat ze wel weg moesten uit die basissen. Rikachu, ik wacht op jou op het schoolplein in het donker. En Clive moet er ook naartoe. What? Oké, Cassiopeia was in ieder geval de baas. Maar wie is die Cassiopeia? Dat gaan we zien in de volgende video. Dus als je dat wil zien, dan duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende Pokémon Scarlet video. Mazzel!